Hallo lieve vissen, welkom bij jullie maandreading voor de maand mei. We gaan eens even kijken wat er deze maand op liefdesvlak voor jullie op je pad mag gaan komen. Ik begin zo meteen met twee overal energiekaartjes. En vanuit daar gaan we met een engelenkaart verder en de tarot. Kijk wel even of dat de video met je resoneert. Het kan natuurlijk niet voor iedereen resoneren, want het is een collectief bericht. Dus mocht jij het idee hebben, dit is niet mijn video, kijk dan echt even bij je maanteken, venusteken of ascendant. Dan zit gewoon daar jouw boodschap in voor deze maand. Ik zal beneden in de beschrijving een linkje zetten hoe je dit zou kunnen berekenen. En ik ben benieuwd of dat dan daar de video eerder met mee resoneert. Het kan ook zijn dat er een video jouw aandacht trekt, dan zit wellicht daar ook een boodschap in. Oké, we hebben verkeerde intenties. Niet alles is wat het lijkt, dus laat je eigen niet misleiden. Iemand met een masker op en spring in het onbekende. Soms moet je van je huidige pad af om de wereld verder te ontdekken. Waag die sprong. Dus mocht jij het idee hebben dat jij met iemand in verbinding staat die dus niet helemaal zuiver is, niet met de juiste intenties, of dat jij zelf een ander beeld van deze persoon creëert als de werkelijkheid is, dan mag je daarmee aan de slag gaan. Het zou zomaar kunnen zijn dat jij ook op een punt staat dat jij naar een vernieuwde energie aan het groeien bent, waardoor dus de persoon die op jouw pad kan gaan komen, dat je deze eerder doorziet, dat je dit eerder doorvoelt. En dat je ook merkt van oké, zie je, ik vertrouw steeds meer op mijn eigen intuïtie. En ik trap niet in dat geintje van deze persoon meer. Wat mogen we als aanvulling met de engelenkaart weten? Twee zelfs, oké. We hebben Sonja. Ik breng je een boodschap over van een overleden geliefde. Ik ben op dit moment heel gelukkig en ik hou veel van je. Je hoeft over mij geen zorgen te maken. Een extra boodschap voor jullie. Van iemand die dierbaar is, die niet meer onder jullie is. Die dus duidelijk kenbaar wil maken dat het goed met deze persoon gaat. Vrouwelijke energie. Wil niet zeggen dat het per se een vrouw zou moeten zijn, maar de energie is voelbaar als vrouw. En we hebben Francesca. Wat is je grootste wens op dit moment? Visualiseer hem en het zal in orde komen. Negativiteit zal het proces tegenhouden. Dus als we dan gaan kijken naar de verkeerde intenties, iemand die dus in jouw leven is met verkeerde intenties, zal ervoor zorgen dat jouw hele proces gestagneerd zal gaan worden. Waardoor jij dus letterlijk minder goed in het diepe durft te springen. Dat je in afwachting blijft. Maar dat er wel mogelijkheden eigenlijk al in het verschiet liggen om een nieuw pad te gaan bewandelen. Je horizon ben je aan het verbreden. En alhoewel je nog niet weet wat daarna gaat komen, je komt wel in je kracht te staan dat je deze stappen gaat doorlopen. En dat je dus ook daadwerkelijk naar die vernieuwing toe mag gaan. Ik leg heel even de kaartjes een beetje aan de kant. Zo. Ik leg even de kaarten zo voor, meneer. Ik hoop dat het voor jullie dan geen probleem is. Oké. Nou, de kaarten willen echt dubbel eruit. Eens even kijken of ik zo'n beetje in het zicht krijg voor jullie. Ik zal er zo even dieper op ingaan, want ik voel meerdere verhaallijnen doorkomen. In de center zitten 8 van zwaarden. Dus is toch best wel een aandachtspuntje nog. Moet hij op kop?
Oké, nou, een heel verhaal. Sommigen die zijn dus nu in verbinding gekomen met iemand waardoor hun hart een sprongetje aan het maken is. Waardoor ze dus het gevoel hebben, oké, dit is toch echt wel heel intens. Maar van de andere kant lig je er 's nachts wakker van met het idee van, is dit wel het juiste? En dan komt het stukje intuïtieve stroming bij je naar boven. Dan ga je ook doorvoelen of dat die aanbod wel juist is. Want het universum wil jou een juist aanbod gaan doen. Maar als er iemand jouw pad kruist die de verkeerde intenties heeft, dan is dit niet jouw beker die jij mag aan gaan grijpen. Want dan is het daar nog te vroeg voor. En dit is iets waar je jezelf een beetje anders hebt voorgesteld, krijg ik het gevoel. Je krijgt een nieuwe mogelijkheid op je pad. Je mag weer in je eigen kracht gaan staan. Maar van de andere kant is het ook zo dat er een knoop doorgehakt mag gaan worden. Omdat er een bepaalde eerlijkheid niet plaats heeft gevonden. Het voelt als een best wel pittige, heftige legging. Wat ik hier zie is dat jij meer met mensen op gaat trekken waar jij je gelijkheid in voelt. Gelijkgestemde. Maar van de andere kant zet het jou ook weer vast. Als ik hier ga kijken dat je heel erg bezig bent met liefde weer willen ontvangen, liefde weer optimaliseren. Het begint echt letterlijk in jezelf. Union in jezelf, liefde voor jezelf. Je blijft vastzitten in dit patroon. Een eerlijk nieuw begin zal jou pas gegeven gaan worden. Als je dus uit je hoofd gaat, dan pas kan die liefdesbeker die hier ligt in de juiste frequentie naar je toe gaan komen. Ga je dit ombuigen naar het negatievere? Of je komt in aanraking met iemand die dus niet helemaal zuiver is qua energie? Dan zal dit als karma weer teruggekaatst gaan worden. Het is dus belangrijk om bepaalde elementen waar je heel lang voor gestreden hebt, niet meer als schild om je heen te zetten. Maar dat je dus ook echt daadwerkelijk die ene staaf die hier ligt durft te pakken en een vernieuwde energie in kunt gaan stappen. Want als ze zo gaan kijken, als jij uit je hoofd gaat en dus echt vanuit die aanbod vanuit het universum gaat handelen en het diepe durft te springen, kom je steeds meer mensen op je pad tegen waar jij heel makkelijk mee kunt levelen. Dat het een hele nieuwe energie is. En alhoewel je die passie dan ook heel erg gaat voelen, zou het ook zomaar kunnen zijn dat er weer iemand op je pad komt van vroeger of uit een vorig leven. Maar dat je echt merkt van, oh, het is een soort samensmelting weer. Maar het kan ook zijn dat jij heel graag hiernaar verlangt, maar dat je het in je hoofd zit en dit heel graag wil, maar dat het niet gaat komen dan. Want die energiestroom is behoorlijk pittig. Je gaat wel boven bepaalde illusies en angsten uitstappen. En dat is die illusie met dat je misschien iemand voor je hebt staan in verbinding die niet helemaal zuiver is. Dit ga je ook doorvoelen, dit ga je ook doorzien. Maar dat zal niet voor iedereen weggelegd zijn dat jullie dit in gaan zien. Als we gaan kijken, kan het ook zijn dat er een derde partij te veel is in de situatie waar jullie nu in zitten. Dat deze persoon dus een verkeerde intentie heeft om met jou in verbinding te komen, terwijl er gewoon nog een derde partij verstopt is of in ieder geval verzwegen is. En daardoor word jij vastgezet om dus niet weer door te kunnen stromen in deze situatie. Maar wel zie ik dat jij dit gaat doorbreken. En dit is door eerlijk te zijn naar jezelf toe. Eerlijk te zijn naar het stukje wat je niet meer wil. En het kan ook zijn dat je dan een bepaalde verdedigingsmechanisme op gaat zetten. Maar weet dat een dierbare dus nu ook duidelijk maakt dat je daar ook geen zorgen om hoeft te maken. En dat deze persoon wil ook echt wel er voor jou zijn. Die zijn er voor jou als jij deze personen nodig hebt. Maar daarvoor is het wel belangrijk dus niet in je hoofd te gaan zitten, maar vanuit het goddelijke te gaan handelen. Dus echt naar je intuïtie, naar dat onderbuikgevoel, jouw hogere zelf. Dan kun jij een nieuwe stroming gaan krijgen. Maar ik voel heel veel weerstand. Ik pak er even nog wat extra kaarten bij. We gaan nog eens even iets dieper erop in.
Ja, hier ligt de 9 van staven nog rechtop. Hier ligt hij al op kop. Je bent je dus heel lang vast aan het houden aan een situatie. En het kan dus te maken hebben dat jij dus vast blijft houden aan een verkeerde persoon. Een karmische verbinding of een verbinding waar jij dus eigenlijk gewoon uitgegroeid bent. En dit is ook een beetje wat ik bedoel met energiefrequentie. Kom niet eens uit mijn woorden. Als jij gaat stijgen en je zit in een verbinding met iemand die in het 3D-energie blijft hangen. Die nog een maskertje draagt. Die vanuit ego handelt. Ga jij vast blijven zitten? Kun jij niet vooruitkomen? Ga je in je hoofd? Voel je je eigen ongelukkig? Blijf je daarover malen? Maar je bent aan het stijgen. Dus jij staat hier voor het boven. Jij staat voor het boven deze staven. Je bent al op een punt aan het groeien waar jij dus niet meer kunt connecten met deze personen. Jij kunt hier uitstappen. Jij kunt bepaalde patronen doorbreken. Maar daarvoor is het belangrijk nu echt het lef te hebben om ook echt in het diepe te gaan springen. En jouw nieuwe pad te gaan bewandelen. Jouw wereld te gaan verbreden. Want je blijft vastzitten in een bepaald patroon. En daar word jij niet gelukkig van. Hier zul jij zelfs tegenwerking van gaan krijgen. En vooral als we dan in de center van deze legging echt de 8 van zwaarden hebben. Hou je je eigen zelf klem in deze situatie. Dus je mag eerlijk zijn naar jezelf. En het kan dus ook zijn dat je zelf niet eerlijk bent over dat je zelf je eigen aan het misleiden bent. Dat je een ander perspectief voor je ogen houdt. Als dat de werkelijkheid is. Want als we dan gaan kijken in de center en de kaarten die ernaast liggen, deze kwamen samen. We krijgen hier de 6 van bekers die hier ook ligt. Iets wat je heel graag zou willen en in de toekomst zou willen zien. Kun jij dus om gaan buigen, zelfstandig al. Je kunt in je hoogsensitiviteit gaan groeien. Omdat jij hier al in de frequentie aan het stijgen bent geweest. Jij kunt in je kracht komen te staan en je kunt weer op een punt komen dat er nieuwe dingen mogen gaan groeien voor jou. Maar daarvoor is het belangrijk, dus wel uit je hoofd, uit die vastzittende positie. Ben je jezelf aan het verloochenen of is een ander jou aan het verloochenen? Doorvoel dit dan en doorbreek dit patroon dan ook. Want alleen jij kunt dit doorbreken. Een ander kan dit niet voor jou doen. En dat is ook wel het stukje wat hier nu zichtbaar wordt, de 7 van zwaarden, voelt voor mij eigenlijk als dezezelfde energie. Bepaalde achterbakse gevoel kunnen creëren dat een ander dat neerlegt bij jou. Of dat je zelf ook echt de spiegel niet juist voorhoudt. Dat je een beetje struisvogelpolitiek aan het toepassen bent in je huidige situatie. Van ik blijf maar vastzitten en het is prima. Maar van de andere kant, het universum heeft je eigenlijk letterlijk een schop onder je kont gegeven om naar je hogere zelf te gaan groeien. En dat zal ook gaan gebeuren. Je zult ook een bepaalde nieuwe strijd gaan krijgen. De strijd met de divine timing. Het is er tijd voor om nu actie te gaan ondernemen en ook echt te gaan genieten. En als jij dan gaat genieten, dan kun je ook merken dat er een oude situatie helemaal afgesloten kan gaan worden. Want dan is het dus de doodkaart. Dan ga jij dus bepaalde karma inlossen en vanuit daar zul jij een nieuwe kans gaan krijgen. Je hebt hier 2 azen liggen, maar daarvoor is het pas mogelijk om deze te ontvangen als je ook daadwerkelijk je eigen patroon weet te doorbreken. Als je dit weet te doorbreken, dan kun jij echt heel veel stappen gaan maken. Maar daarvoor is het wel belangrijk, dus ondanks dat het pad niet bekend is, toch daadwerkelijk het nieuwe pad te gaan bewandelen. En dat is lastig, want je hebt echt wel een keuze te maken, een knoop door te hakken. En die knoop doorhakken zal niet voor iedereen even makkelijk gaan. En vooral als ik zie dat je best vast blijft zitten en vast blijft houden vooral. Want we krijgen hier 2 kaarten die best wel vastklampen aan een bepaalde situatie. We hebben hier veel in je hoofd zitten. Hier dat jij elke keer maar doorgaat en blijft zorgen energie blijft geven aan iets of iemand in de hoop dat die blokkade opgelost kan worden. Maar je bent aan het stijgen in frequentie. En wat ik in een andere reading zojuist ook zei, als iemand in de 3D-energie blijft staan en jij bent naar de 5D-energie aan het groeien, zit er een disbalans in? Kan dat ook niet meer in balans komen als die ander dan in die 3D blijft hangen? En dat is wat heel veel mensen zelf niet in de gaten hebben. 2022 is een jaar van processen, van groei,
van mensen die ook de groei door willen gaan maken. Ga jij een pad kiezen waar je naartoe mag, dan zul jij heel veel mooie momenten kunnen ervaren en ook nieuwe handreikingen vanuit het universum kunnen krijgen. Kies je letterlijk weer een omweg en word je weer teruggezet op je pad, zit je toch weer vast. Dus welke keuze je maakt, het is eigenlijk een pad. Je moet het zien, ik zeg altijd, je bent een pad aan het bewandelen en de neus moet de juiste richting ingaan. Ben je zoiets van, ja, maar ik wil dat pad eigenlijk nog niet bewandelen om welke reden dan ook. En ik neem een omweg, want dan kom ik er uiteindelijk toch wel. Nee, dan kom je weer op die punt uit. Want daar blijft die les zitten voor jou. Dus dan is het gewoon een loop die jij loopt. En dan is het niet dat je daar ook naar die punt komt. Want je moet letterlijk door deze stukken heen. Letterlijk ook echt door die pijnstukken heen nog. Totdat je weer op dat stukje mag komen. En dit mag gaan ontvangen. En daar is kracht voor nodig. Daar is moed voor nodig. Maar vooral het vertrouwen hebben in jezelf is daarvoor nodig. Dus we pakken nog een engelenkaartje erbij als afsluiter. En dan hoop ik dat ik een mooie boodschap voor jullie over heb mogen brengen. Dat je hier iets aan hebt gehad voor de maand mei. En anders kijk echt even bij je maanteken, venusteken of ascendant. Oké, we hebben herstel. Engelen van heling. Het is tijd ongezonde situaties te helen. Werken aan je innerlijk kind zal je helpen te helen. En zo het verleden achter je te laten. Dan kun je losbreken. Dan hoef je die verkeerde intenties niet meer naar je toe te halen. Dan mag je letterlijk in het diepe gaan springen. En dan kun jij nieuwe mogelijkheden krijgen. En wellicht met jouw soulmate. Dus er zit een heel mooi vooruitgang in. Maar daarvoor is het belangrijk echt je knoop door te gaan hakken. Lieve vissen, ik hoop dat jullie hier iets aan hebben gehad. Voor nu wil ik jullie in ieder geval bedanken voor het kijken. En tot de volgende video. Doei doei!